Na maanden vol bouwen, verbouwen en renoveren komt de Zinnigvelderflat steeds verder af. Bouwvakkers werken al meer dan een half jaar aan de flat. Over enkele weken moet de overlast voor de bewoners achter de rug zijn. En staat er zowat een compleet veranderd wooncomplex waar de bewoners trots op zullen worden. De buitengevels hebben we geheel voorzien van een houten gevelbekleding. Waardoor het gebouw een hele warme uitstraling gaat krijgen. We hebben alle buitenkozijnen vervangen. We hebben erg veel schilderwerk aan de buitenkant uitgevoerd. Al het betonwerk wordt geschilderd. Nieuwe balkonhekken. De hele onderzijde van het gebouw wordt voorzien van een metselwerk plint. Alle trappenhuizen zijn gerenoveerd. Dus eigenlijk een complete renovatie. Naast dat de flat een totale make-over heeft gekregen, wordt wonen straks ook goedkoper en duurzamer voor de bewoners. Wat een van de speerpunten was van de woningbouw. Een voorbeeld van het duurzame project staat op de onderste laag van de flat. De flat wordt straks warm en koel gehouden door grondwater, wat de bewoners veel gaat schelen. Ja, we staan hier in het ketelhuis en we staan hier bij de warmtepomp, dat is deze jongen. En we hebben afgelopen week hebben we de warmtepompinstallatie in gebruik gesteld. Dus wij pompen nu water op uit de bodem en dat gebruiken we om het gebouw te verwarmen en het warm tapwater te maken. Gaan de mensen daarvan merken dat je van dit systeem gebruik maakt? Nou, ze merken er in de wintersituatie eigenlijk niet echt heel veel van dat het verwarmd wordt met vloerverwarming. Het is wat comfortabeler. In de zomer merken de mensen het zeker, omdat ze ook een stukje koeling kunnen toepassen in de woning. Het moet natuurlijk uiteindelijk ook schelen in de portemonnee van de gebruikers of in het comfort van de gebruikers. Daarnaast is het zo dat we natuurlijk ook daardoor, doordat we natuurlijk een warmtepompinstallatie gebruiken, gewoon aanzienlijk hoeveelheid CO2 besparen, wat we weer de ruimte inblazen. Waardoor het uiteindelijk voor het milieu ook veel beter is. En dat is ook een van de hoofdredenen. De laatste werkzaamheden worden nu de komende weken afgerond. De flat moet over 2,5 maand klaar zijn. Absoluut om dit trots op. Daar kan de woningbouwvereniging nog jaren mee voort. En ja, dat moet de komende jaren zullen ze daar zeer trots op kunnen zijn. Absoluut.